Volg al onze wedstrijden en het laatste nieuws via Roda Raalte TV. Van de eerste tot de allerlaatste minuut. Met spanning en ontlading. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti, computers en elektronica. Klaar voor? Ja. Ja, Alex! Hoe lekker jongen! Oh!
Ik ga naar stil zitten. Ja, leuk hard nemen. Kom op daar! Na de wedstrijd van Roda Raalte tegen TVC 28 praten we nog eventjes na met Lucas Junior. Hij heeft de hele wedstrijd gespeeld. Hè? Hoe was dat? Ja, het was best vermoeiend. Ik kom natuurlijk van ver, vorig jaar lang geblesseerd geweest. Hard voor gewerkt, maar ja, laatste kwartiertje voel je wel dat je echt stuk bent. Maar ja, daar sta je nog voor, dan wil je alles vergeven. Je krijgt energie van de ploeg. Maar het ging voor de rest wel aardig volgens mij. Ja, het scoreverloop, we kwamen er 1-0 achter. Dat werd nog weer goed gemaakt door Sven Nikkers. Dan zat je op 1-1 en dan verwacht je toch eigenlijk dat Roda Raalte gaat winnen. En jij had een ontzettend goede kans om de leiding. Ja, dat klopt. Ja, Marty stak hem door. En ik zag de keeper heel snel uitkomen. Dus ik denk, ik speel hem er langs en ik schiet hem erin. Maar ik maakte het iets te moeilijk voor mezelf door te ver naar de hoek te gaan. En toen moest ik hem in de korte hoek schieten, schoot ik hem helaas op de paal. Ik had kunnen bekronen, maar helaas. Ja, maar die winnende treffer komt toch wel door een beetje een foto van de vereniging van TVC. En die werd keurig ingekopt door Wesley Janssler. Ja, dat klopt. Lars die komt eigenlijk goed voor zijn man. Die staat niet helemaal op te letten. Zijn tegenstander, hij komt hem voor. Was niet helemaal de bedoeling, maar hij komt hem voor. En Wesley staat op de goede plek, zoals hij wel vaker staat. Nou, nog even terugkomen op jou. Jij hebt dus de hele wedstrijd nu gespeeld. Je zegt zelf al dat je wat vermoeiend. Maar heb je nou een basisplaats? Ja, we gaan het zien. Ik werk er keihard voor. Het komt natuurlijk ook een beetje door blessures, maar ook vooral omdat ik zelf er keihard voor werk. Ja, ik hoop het. Het zou mooi zijn, maar dat is natuurlijk aan de trainer. Ja, en dan voetballen dus zaterdag tegen Bergentheim. Ben jij ook een zaterdag voetballer? Ik weet niet of het gelijk is of vanaf de bank, maar ik zal er zeker bij zijn. 100%.
Oké, dus en dan, ja, dan voor de competitie. We hebben nu daartoe weer een paar punten gepakt voor de periode. Het is nog steeds de doelstelling om kampioen te worden? Ja, 100%. We zetten nu weer druk op de bovenste twee, Orion en BVC. BVC heeft als het goed is verloren 3-4 van Heino, dus daar kom je op een puntje achter. Dus dan, ja, dan is het als het goed is dat je de druk op kan houden als je zelf je wedstrijden wint. Dan ben je een beetje afhankelijk, maar je moet zelf ook nog tegen BVC bijvoorbeeld. Dus het zou nog steeds kunnen en we gaan er ook nog steeds voor. Ja, en Orion, daar komt natuurlijk nu ook de druk te liggen. Zeker weten, zeker weten. Ik weet niet wat die hebben gemaakt, maar... Ja, die wedstrijd werd afgelast. Oh, die is afgelast. Oh ja, nou ja, goed. Dat zien we dan wel. Maar ik denk dat we goede zaken hebben gedaan vandaag door de druk er goed op te zetten. En dan moeten we doortrekken. Nou, dat ben ik helemaal mee eens. Nog een prettige zondag. Yes, u ook. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti, Computers en Elektronica.